Sepak Takraw. Het klinkt als een pittig Oosters gerecht. Oosters, dat klopt, want de sport is vooral in Zuidoost-Azië razend populair. Pittig ook, want Sepak Takraw oogt best wel spectaculair. De link met de pinten is minder evident. Dat was van Ben en mij eigenlijk ons eindwerk. We zijn daarnaar beginnen kijken en ja, we vonden dat wel leuk. We zijn beginnen trainen en nu hebben we een klein clubje in de pinten, dus gaat goed. Allee, klein, ben groter te worden. De Pinte telt nu al 4 ploegen, maar is nog altijd de enige club in België. De spelers moeten dus naar het buitenland. 6 of 7 keer op jaar gaan we naar Strasbourg, naar Elmshoorn, al die de toernooien in Europa. Eigenlijk gaan meespelen om daar ons niveau een beetje te meten met de andere Europeanen. Die ploegen zijn hier uiteraard ook. De Duitsers uit Elmshoorn wonnen het toernooi vorig jaar. Ook de jeugdspelers van de Pinte zijn van de partij en laten zien dat ze Sepak Takraw al onder de knie hebben. Dat begon in de Pinte en dat leek mij wel leuk en ik heb daaraan meegedaan. En ja, ik vond dat nog altijd tof en ja, daarom doe ik dat nog altijd. En wat is daar zo leuk en zo tof aan? Zo, ja, ik ga wel graag om met een bal en het is ook wel spectaculair, dus dat is tof. Al kan er natuurlijk altijd wel eens iets misgaan. Ik kreeg een bal heel laag gestraakt en ik heb de bal proberen vangen met mijn hoofd en het is ja, een wonder gekomen. Is het dan een gevaarlijke sport? Nee, behalve als je lomp bent.